aanstaande zondag in Gelukzoekers bezoek ik Lottie Mae Jones. Zij is zangeres, influencer, fashionmodel, ondernemer, theatermaker. Tja, wat is ze eigenlijk niet? Een paar jaar geleden kreeg ze een verkeersongeval dat haar hele carrière in één klap onderuit haalde. Serieus, ik heb zo hard gewerkt om hier te komen, om dit neer te zetten, om dit te kunnen doen. En ik heb zo hard met eigen regie en eigen keuzes gewerkt en gekozen voor mijn geluk en mijn dromen na te jagen. En is allemaal gelukt, alleen maar door mijn eigen harde werken. En nu dit. Het wordt zo van jou gepakt. Ja, ik was zo boos, ziedend. Ook ga ik langs bij Koen van Zeeland. Nadat er bij een bedrijfsongeval een dwarslesie opliep, leek zijn toekomst geheel in duigen te vallen. Maar niets is minder waar. Koen is nu gelukkiger dan ooit. Door zoiets ga je wel meer beseffen dat de kleine dingen, dat je die ga je gewoon meer waarderen. Het kan gewoon maar zo over zijn. En er hoeft maar iets kleins te gebeuren en je leven ligt op zijn kop. Nou, dan probeer je gewoon van alles wat voorbij komt te genieten. Dat zijn wel dingen die ik bewuster ben gaan doen. Gelukzoekers. Zondagavond vanaf 6 uur, ieder uur op RN7.